Hallo, in deze video wil ik wat meer inzoomen op de begeleide meditaties die ik binnenkort via Facebook Live ga geven. De eerste vindt plaats op 7 mei om 9 uur 's avonds en het zal ongeveer een kwartier duren. En na afloop kun je vragen stellen, kun je delen wat je voelde tijdens de begeleide meditatie, mocht je daar behoefte aan hebben. Na de begeleide meditatie zal ik de Facebook Live verwijderen. Dus dat betekent dat het later niet te zien zal zijn op de pagina. En deze Facebook Live die kun je volgen op de Facebook pagina Hooggevoeligheid en Intuïtie. En het was een idee waar ik al langer mee rondloop. Alleen pas recentelijk had ik de ruimte om deze Facebook Lives te organiseren. En dan zal ik er ook echt zijn op elke dinsdagavond in de maand mei. Het idee kwam tot stand omdat ik vorig jaar op Facebook Live kwam met enige regelmaat om informatie te delen over hooggevoeligheid en alles wat ik op dat gebied meemaak en leer. In relatie tot het begeleiden van hooggevoelige personen vanuit mijn praktijk coaching en rebirthing in Den Haag. En de aanleiding om een Facebook Live te wijden aan begeleide meditatie is omdat ik zelf heel veel profijt heb van een bewuste ademhaling. En ik neem regelmatig, wel elke dag, de tijd om te mediteren. En ik zou je daarin graag een handje op weg willen helpen. En het kan ook zijn dat je natuurlijk al lang mediteert en misschien al wel jaren. En dat is allemaal prima. Het is een moment van samen zijn. Hè, dat we even bij elkaar kunnen zitten en met z'n allen de aandacht naar binnen kunnen richten. Om met elke inademing en uitademing bewust aanwezig te zijn en in contact met je lichaam. Want mijn intentie is om je te begeleiden vanuit het hoofd weer volledig in je lichaam te komen. Hè, zodat je na de begeleide meditatiesessie zoiets hebt van, ah, lekker, ik zit weer helemaal in mijn lijf en ik kan zo meteen lekker gaan slapen. Dat is de aanleiding en ik wil je daarbij nog een beetje meer vertellen over, mijn haar gaat steeds in mijn gezicht vanwege de wind. Dat ik alweer een hele tijd terug jarenlang heb lesgegeven. En ik genoot daar ontzettend van. Het was heerlijk om een samenzijn te creëren waarbij de focus gericht is op datgene wat in die bewuste lessen werd overgebracht. En dat waren verschillende type lessen. Ook hele fanatieke conditionele lessen die ik gaf, zoals spinning of body combat en heel wat danslessen. En yoga is altijd wel een onderdeel geweest in mijn leven. En ook verschillende stijlen van yoga, zoals Ashtanga yoga, Yin yoga, wat ik heel prettig vind omdat het heel rustig is. Hatha yoga vind ik ook heel fijn. En de begeleide meditaties, die komen echt helemaal vanuit mezelf en niet vanuit een leer die ik heb beoefend. Ik wil je gewoon simpelweg meenemen naar een bewuste ademhaling om weer stap voor stap volledig in contact te komen met je lijf van top tot teen. In plaats van dat de energie alleen maar rondom of in het hoofd aanwezig is. Dus bij deze wil ik je stimuleren om mee te komen doen. Het is volledig gratis en het zou super geweldig zijn als je erbij bent. Dus zoek de Facebookpagina op. Je kan hem vinden op Hooggevoeligheid en Intuïtie. Like hem of volg hem en dan kom je de Facebook Live wel tegen wanneer ik op de eerste dinsdag in mei, op 7 mei, online kom. En dan hebben we tegen die tijd wel contact. Oké, bedankt voor het luisteren en tot ziens op Facebook Live. Bye bye.